Rick Kruijs, nieuwe trainer van VVV. Welkom in Venlo. Dank je. Hoe blij ben je? Erg blij en trots. Ik vind VVV een hele mooie club. Ik heb goede gesprekken gehad met de club. En uiteindelijk blij om hier te staan nu. Die gesprekken, wat werd daarin besproken vooral? Heel veel, want we hebben heel lang met elkaar gezeten. Het gaat over mijn werkwijze, de visie van de club. Hoe ik ben als persoon, waar de club naartoe wil. Ja, en uiteindelijk hebben we in die gesprekken een goed gevoel van elkaar gekregen. Dit is je eerste klus als hoofdtrainer. Hoe kijk je daar tegenaan? Veel zin in, maar ook spannend. Omdat we weten natuurlijk waar VVV vandaan komt afgelopen seizoen. Maar ik heb ambitie, de club heeft ambitie. Dus hopelijk gaat het leiden tot iets moois. Waarom was dit voor jou het moment om op eigen benen te gaan staan? Nou, ik ben een tijd lang assistent trainer geweest. Daarvoor heb ik nog bij de amateurs gezeten. En ik voelde de laatste maanden aan mijn ontwikkeling dat ik het nodig had om een nieuwe stap te maken. Waarin ik zelf eindverantwoordelijk kan zijn. En daarom ben ik enorm blij met de kans die VVV mij biedt. Hoe heb je de afgelopen tijd ervaren bij Utrecht, waar je al als interim trainer voor de groep stond? Als mooi, maar ook als zwaar. Dat is natuurlijk een korte periode waarin volop gepresteerd moest worden. Ups en downs gehad. Uiteindelijk niet de resultaten behaald die ik had gehoopt. Maar het heeft me wel heel veel bijgebracht. En ik heb er heel veel van geleerd. En uiteindelijk weer heel veel dingen meegemaakt die mij weer een betere trainer maken. Dan nu een nieuwe stap in Venlo. Wat zijn je ambities hier? Nou, ik denk dat een club als VVV sowieso altijd de ambitie moet hebben om voor de nacompetitie te spelen. 2 jaar geleden speelde de club nog Eredivisie, dus het zou een beetje raar zijn om te zeggen we gaan voor het rechte rijtje. Het is wel zo dat het deelnemersveld in de KKD natuurlijk erg sterk is, dus we weten dat we aan de bak moeten. Maar ja, goed, VVV is ook een team waar anderen naar kijken en we zullen zo goed mogelijk voor de dag willen komen. Willem, Rick Kruijs is aangesteld als nieuwe trainer. Een opluchting? Ja, heel blij mee vooral. Ik denk dat Rick voor ons een hele goede match is als hoofdtrainer van VVV. Dus hartstikke blij dat we hem vast kunnen leggen voor de twee aankomende seizoenen. Waarom is het zo'n goede match? Nou ja, goed, kijk, ik heb Rick natuurlijk 6 jaar meegemaakt als trainer bij Utrecht. Ik heb hem daar natuurlijk uitvoerig gezien. Hij heeft zich denk ik enorm ontwikkeld. Heeft daar altijd een hele belangrijke rol al gehad in de staf. Onder natuurlijk veel gerenommeerde trainers. Ik denk dat Rick een hele complete trainer is. En daar bedoel ik mee dat hij op het veld, dus in zijn voetbalvisie, heel duidelijk is. Dat heel goed kan overbrengen, heel goed trainbaar kan maken. Hij hanteert de modernste technieken. Dus videoanalyse, periodiseren, daar is hij... Daar is hij gewoon goed in. En uiteindelijk heb ik ook de laatste periode bij Utrecht gezien toen hij het overnam als hoofdtrainer. Dat hij ook in het coachende gedeelte heel sterk is. Dat hij spelers voor zich weet te winnen als team en als individu. En dat hij goed samen kan werken met de staf. En dat past gewoon precies bij de kenmerken die wij graag bij VVV zien. En daarbij is hij hartstikke ambitieus. Wil hij heel graag hier aan de slag. En is die heel eisend ook naar alles en iedereen. Dus dat zijn denk ik hele goede kenmerken nogmaals die wij graag willen zien hier bij VVV.